Vandaag gaan we porchetta maken. Porchetta is een Italiaanse buikspek dat gerookt wordt op onze smoker. We beginnen eerst met het mooiste varkensvlees wat we van ons slager hebben gekregen. Het is biologisch varkensvlees. Het is een mooi stukje buikspek, zonder zwoerd. Die gaan we nu bereiden. Ik leg de buikspek op een snijplank. Ik portioneer de buikspek in 3 stukken. Eén stuk is ongeveer 1,5 kilo. Dan draai ik de buikspek met de binnenkant naar boven. Dan gaan we de buikspek vlinderen, heet dat. Dat is niks meer en niks minder dan in 3 gelijke delen opensnijden. Ik snijd de buikspek in tot ongeveer halverwege. Dan ga ik bij mijn mes draaien. Dan snij ik het buikspek door tot bijna aan het eind, zodat hij mooi openklapt. Dan draai ik even mijn spek om en doe ik aan de andere kant precies hetzelfde. Dan gaan we de kruiden en de specerijen toevoegen aan de buikspek. Allereerst beginnen we met zout. Dus gooi het buikspek lekker rijkelijk met zout. Mag wel een beetje een pitje hebben. Vers knoflook. Overheen. Een lekkere smaakmaker van de porchetta wordt de venkelzaad. Venkelzaad strooien we rijkelijk over het buikspek. En dan hebben we uit onze eigen tuin de lekkere verse oregano. En die gaat ook over het buikspek. Dan gaan we het buikspek inrollen. We beginnen aan het eind waar de rib aanzet heeft gezeten. Dat zijn deze stukjes. Deze. Rollen we het buikspek strak op, zodat we een mooie ronde rol hebben. Dan gaan we het buikspek verder opbinden. Daarvoor hebben wij een stukje bindtouw nodig. De bindtouw is ongeveer 4 keer zo lang als je buikspek lang is. We beginnen met een bindtouw onder het buikspek te leggen. Dan maken we een knoopje. En dan gaan we een vlechtwerk maken van het touw. Het touw trek ik al lekker strak aan, zodat het buikspek geen kant op kan. Zodat ik tijdens de garing geen rare uitstulpingen krijg. Draaien we het buikspek om. En dan herhalen we het op in principe aan de andere kant. Ook nog een keer. En dan knopen we de eindjes aan elkaar. En dan is het buikspek klaar om naar onze smoker te gaan. Pakketta leggen we vervolgens in onze smoker. Deze staat al aan, is nu ongeveer 150 graden. En daarin leggen we onze porchetta's ongeveer een uur, 1,5 uur, totdat ze een kerntemperatuur hebben van 58 graden. En dan zijn ze klaar om te eten. Of je thuis nou geen smoker hebben,